Ik ben Naomi, ik ben 21 en geboren en getogen in Rotterdam. Ik ben net afgestudeerd, dus ik ben nog helemaal vers uit de studiebanken, zeg maar. Ik ben nu eigenlijk heel erg aan het onderzoeken met hoe ik beeldende kunst in mijn werk kan verwerken. Ja, ik ga onderzoeken wat vrijheid in deze tijd nog betekent. En dat is echt, ik weet dat dat super breed is. Dus ik wil mezelf ook de eerste paar weken eigenlijk tijd geven om alles toe te staan. Dus dat ik bijvoorbeeld de eerste 2 weken gewoon echt probeer gewoon te voelen van oké, wat eigenlijk gewoon alleen maar impulsen volgen. En daaruit dat het zo concreter wordt van waar ik nou naartoe wil precies. Ja, ik denk ook wel heel erg mezelf durven leren kennen in geen rem op mezelf te zetten. Dus alles wat ik voel en wat ik wil uitproberen, dat ik dat ga uitproberen en dat ik dat durf. En dat ik mensen laat kijken naar dingen die nog niet af zijn. En ik ben soms heel goed in een soort oneindige bubbel en spiraal te blijven zitten die in mijn hoofd aan de hand is. En dan is het soms ook goed om daar even iemand in te laten en mij ook daaruit te halen.